En dit is nieuw dit seizoen. Het controleren van de spelerspassen en dan op het veld. Tja, en dan valt er af en toe een kleine glimlach. Emmen, in de beginfase. Dit is gelijk een hele grote kans, zeg. Voor de spits van Emmen, die opnieuw gevaarlijk is, Danny Bouws. Maar ook Steenwijk krijgt kansen tot twee keer toe over de linkerkant. Want tot twee keer toe gaat die bal niet richting de goal. Maar een leuke beginfase is het wel. In het zonnige Emmen. Met deze actie. En ook de goal. Wat mag hij ver komen en wat mag hij simpel scoren. Ken van der A met de 0-1. Niet goed natuurlijk van Emmen. Niemand grijpt in. En Lars van der Zwaluw, de nieuwe doelman van Emmen. Tenminste, hij krijgt de voorkeur boven Ronald Valken. Is kansloos. Emmen dan. Met Rehan Bolk. Mooi schot. En via verdediger net langs de verkeerde kant van de paal. Steenwijk. Met de poging. Die fraai is. Van Huijmans. Maar het blijft 0-1. En Emmen gaat op jacht. Blijft op jacht gaan naar die gelijkmaker. Maar die komt er vooralsnog niet. Weer Danny Bouws. Zijn derde kans. Rehan Bolk. Zoeken naar de opening. Via Bouws. Met de voorzet. Oh, Baric. Weer niet. Zoveelste kans voor Emmen gaat er niet in. Nog altijd is die eerste helft niet afgelopen. Bouws. Actie is fraai. Bolk met het schot. In de korte hoek. Maar gepakt. Door Steenwijk, routinier Marcel Tiemens. 37 jaar is de doelman. Uitstekend gedaan van hem. Weer Emmen. Bijna is Bouws bereikt. En dan de counter van Steenwijk. De overtreding van Kai de Vries. En de eerste kaart van de wedstrijd is voor hem. Steenwijk. Vorig jaar 10e in de eerste klasse F. En Emmen eindigde daar een paar plaatsjes boven. En dan moet Kai de Vries opnieuw ingrijpen. Dan krijgt hij zijn tweede gele. En dus rood van scheidsrechter Meems. Emmen moet verder met 10 man. En wat een fout, zeg, van Gert-Jan Reinders. De Vries moet ingrijpen. En zijn aftocht in de blessuretijd van de eerste helft. Dave Bos komt dan in de ploeg. Hij vervangt Olivier Kremers. En Bos zet hier de aanval op. Met Baric en dan het schot van Danny Bouws. Hij kreeg 3 kansen in de eerste helft. Maar zijn eerste in de tweede helft is raak. En zo staan beide ploegen weer helemaal gelijk. Is het 1-1. En wat is hij mooi. Bouws, een van de 3 doorgekomen A-junioren bij Emmen. Een andere is Baric. En Baric gaat hier in de fout met de overtreding op Chantal Keo. De penalty voor Steenwijk. En van de Zwaluw keert die inzet van spits Anne Baas. Een goede redding van hem. Bos. Baric. Bolk met het schot. Maar geen probleem voor Marcel Tiemens. Steenwijk. We hebben zo'n 20 minuten gespeeld in de tweede helft. En dan is het 1-2. Zomaar valt hij binnen. Niet goed verdedigd natuurlijk. Aan de kant van Emmen. En wat staat hij vrij. Gaat te snel voor mij. Die goede speler. Aan de kant van Steenwijk. En dat is Tim Jansen. Emmen. Moet natuurlijk. Met Bolk. Baric. Baric. Maar Tiemens ligt in de weg. En zo gaat de tijd dringen. Maar vloeien de krachten een beetje weg bij Emmen. En maakt bovendien van de Zwaluw een enorme fout. En wordt het ook nog 1-3. Het is geflatteerd. Het is onnodig. Maar Emmen gaat deze wedstrijd verliezen. De rode kaart vlak voor rust. En de vele gemiste kansen. En de persoonlijke fouten.
wordt uiteindelijk de ploeg van Erik Lippold fataal. 1-3 voor Steenwijk. Ik ben zeer teleurgesteld. Niet in mijn jongens en wat ze gebracht hebben, maar wel in wat we ervan maken. Hè. Het resultaat is natuurlijk gewoon heel negatief. En ik vond dat we fantastisch nog weer terugkwamen met 10 man. En dan hoop je dat we het wat langer vol kunnen houden en misschien nog eentje erbij kunnen prikken. Maar dat zat er niet in.